We staan hier in Speeltuin Confetti en met wie sta ik te praten? Met Fredje Bot, ik ben beheerder van Speeltuin. Oké, nou heb ik begrepen dat bij jullie het een of het ander aan de gang is hier qua medewerkers. Kan je even een korte uitleg geven? Er zijn op het ogenblik speeltuinen die geen beheerders hebben. Mm-hmm. En aangezien wij twee beheerders hebben, moet een van ons vertrekken naar een andere speeltuin. Mm-hmm. En ze willen hier veel meer vrijwilligers neerzetten. Dus eigenlijk vullen de vrijwilligers de banen op van mensen die ontslagen worden, daar komt het op neer? Ja, dat willen ze, maar ja, vrijwilligers, die zitten zelf al, er zijn weinig vrijwilligers. Mm-hmm. En als er zijn vrijwilligers zijn, dan kan je er niet echt op rekenen. Want mensen komen en gaan wanneer ze willen. Die nemen het te vrijwillig? Ja, die nemen het te vrijwillig. Oké. Nou komen er zometeen twee politici hier naartoe op werkbezoek, wat is de bedoeling daarvan? Ze willen volgens mij in gesprek gaan met de mensen van de speeltuinen, wat zij ervan vinden. Wat verwachten ze, wat jullie daarvan vinden? Ik denk wel dat ze weerstand verwachten, maar ja. Yeah. Maar ik denk niet dat ze het enig zin hebben om daar iets over te zeggen tegen die mensen. Maar heb je het idee dat in gesprek gaan met hun iets uithaalt uiteindelijk? Nee, uiteindelijk trek je altijd aan het kortste eind bij dat soort mensen. En jij werkt wel betaald of vrijwillig hier? Ik ben betaald hier. Okay. Ja. Hoeveel betaalde krachten hebben jullie hier? Twee op dit moment. De rest is allemaal vrijwillig? Ja, de rest is vrijwillig, bestuurslid. Hoeveel is de rest? Op dit ogenblik een stuk of 3, 4. Ja. Maar soms komen ze wel, soms komen ze niet. Dus. Lopen jullie ook gevaar dat jullie op een gegeven moment dicht moeten omdat jullie echt weg worden bezuinigd? Of is dat nog echt op de lange baan? Voor deze speeltuin, ik blijf dan nog als het goed is, mm-hmm. voor een jaartje. Mm-hmm. En andere speeltuinen zijn al moeten sluiten, duimdekoppen zijn al dicht. Dus. Het gevaar bestaat dat je dicht moet. Ja, want was met de buurthuizen was dat ook zo inderdaad. Dus ik vroeg me af hoe het met de speeltuinen zat. Het is net als met alle buurtwinkels, spits gaat dicht, alles is al dicht. Dus. Zou nog iets willen zeggen tegen de overheid? Denk goed na wat je doet. Waar moeten die kinderen dadelijk heen? Wat voor criminaliteit krijg je dadelijk nog meer? Kinderen hebben gewoon een toekomst nodig. Mm-hmm. En die krijgen ze het best door samen te spelen. En niet kattenkwaad uit te halen op straat. Le bal allait bientôt se terminer. Hoe heet je trouwens? Dominique. En wat wou je graag zeggen? Fred en Mieke moeten hier blijven. Goedemiddag. Ik kwam hier voor een werkbezoek, had ik begrepen, naar Speeltuin Confetti. Naar aanleiding van het feit dat wat mensen ontslagen worden en wat vrijwilligers dat moeten invullen. Ik wil daar graag een uitleg voor. Nou, daarvoor kwam ik niet. Ik kwam om te horen van het bestuur van deze speeltuin, Confetti, in Delfshaven. Een leuke speeltuin. Hoe zij het nou doen, wat bij hun waar ze tegenaan lopen als bestuur. En hoe zij de komende jaren denken met inderdaad de teruggang van het aantal ideeërs in de speeltuin. Om toch voor de buurt een goede speeltuin te kunnen blijven. En daarvoor zijn we in gesprek met een van de bestuursleden. Wat hoopt u met dit gesprek te gaan bereiken uiteindelijk? Nou, wat we wel gezien hebben is dat er de ID-problematiek in Rotterdam tot de conclusie heeft geleid dat we 1 april stoppen met inderdaad de betaalde ID'ers in de speeltuin. Dat is een gevolg van een landelijke beleidswijziging. Als ook gemeente Rotterdam hebben we die nu opgevolgd. In heel Nederland zie je dat speeltuinen fungeren zonder dat er echt betaalde mensen in de speeltuinen zijn. Het zal in Rotterdam straks wel consequenties gaan hebben. We zijn nu aan het kijken als gemeente wat zijn precies die consequenties. En hoe kunnen we de vrijwilligers die in die speeltuinen nu ook veel runnen helpen. En hoe kan je daardoor combinaties maken met scholen? Kan je combinaties maken met andere mensen die gebruik maken van de speeltuin? En dat rondje zijn we nu aan het maken. En dan willen we graag horen van de speeltuin hoe we ze daarbij kunnen helpen. Is er een kans dat ze dicht moeten hier? Op deze specifieke locatie weet ik dat niet. Ik weet wel dat nu in Rotterdam bijna alle speeltuinen de hele week open zijn. En er zullen wel speeltuinen zijn die deels delen van de dagen waarschijnlijk gesloten gaan worden. En dan zullen we zien wat daar de consequenties van zijn. Maar dat is misschien, als alle kinderen op school zitten, ook niet nodig dat een speeltuin open is. Ja, want wij zitten zelf in een buurthuis, voormalig buurthuis, wat nu ook gesloten is. Dus als ik zie hoe snel en hoe hard het nu met de buurthuizen gaat die dicht gaan. Speeltuinen zijn ook nodig natuurlijk, want je hebt nogal veel kinderen hier. Zeker in deze wijk.
Nou ja, kijk, daar moet je naar kijken. En dan is het uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van de deelgemeentes. Die gaan over de speeltuinen. Wij gaan als stadhuis gaan wij niet over de speeltuinen in de wijken. Maar we zijn nu ook samen met de deelgemeente hier om te zien wat doen zij eraan en wat kunnen wij er als stad aan doen. Maar deelgemeentes gaan toch dicht uiteindelijk? Die houden toch op? Wat gebeurt er dan? Wat heeft dat dan voor invloed? Nou ja, kijk, die discussie wordt nu in de gemeente gevoerd en daar moet eerst nog een besluit over genomen worden. Dat kan ik op dit moment niet de consequenties daarvan inschatten. Maar speeltuinen is wel iets wat echt bij deelgemeenten hoort. En wat er straks overblijft, er blijven natuurlijk stadskwartieren over 14, die blijven ook zich met speeltuinen wel bemoeien. Meneer Kolkman, u komt ook even praten hier. Jazeker, want we zitten hier, nou, hier hebben we een dolfijn. We zitten hier op speeltuin Confetti. En ik vind het heel belangrijk dat speeltuinen op een goede manier kunnen blijven functioneren. En daar zijn we ook over in discussie met wethouder Laan, die zag je net even. Maar ook vooral net wethouder Karakus. Die gaat over zeg maar de stenen en de gebouwen en de speelvoorzieningen. En wij geven daar de subsidie voor. Nou, dat marcheert op dit moment niet altijd even goed. Denk aan drie dingen. Eén, per 1 april gaan de ID-banen weg. Dat vinden we op zichzelf erg jammer. Zeker als je beseft dat heel vaak de meest zwakke werknemers, laat ik het maar even zo zeggen. En zwak bedoel ik niet in de zin van zwak, maar vooral slecht betaald werknemers. Dat die dan eigenlijk verdwijnen en dan de uitkering ingaan. En die mogen dan weer terugkomen na een tijdje als vanwege vrijwilligerswerk in diezelfde speeltuin als je niet oppast. Nou, dat wringt. Ik zeg het maar gewoon even, dat wringt. En dat wordt ook niet als heel fair ervaren. Nou, wat we wel gelukt is dat we in Delfshaven alle speeltuinen wel voldoende nog van mensen kunnen voorzien. Daar hebben we een plannetje op gemaakt met de BSW. Dat lijkt te gaan lukken. Dat is het tweede. Het derde is wat heel van belang is dat we de toekomst van de speeltuinen willen garanderen. Door een soort afsprakenkader te maken voor 2014 en verder. Waardoor we onderhoud en beheer en ook vrijwilligerschap allemaal in één potje gaan gooien. En daar ook de financiering voor regelen. Zijn we mee bezig? Zijn we nog niet uit? Dat zeg ik er ook bij. Maar het is wel van belang. En waarom? Omdat speeltuinen is vaak een soort basisvoorziening in de buurt waar mensen elkaar ontmoeten. Dat is heel belangrijk. Mensen, kinderen zeg maar een speelplek hebben in toch een hele versteende omgeving. Nou, tegelijkertijd zie je ook vaak dat scholen gebruik maken omdat er ook in die versteende omgeving onvoldoende buitenspeelgelegenheid is. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je eigenlijk al de formule gevonden. Na schoolse opvang onder andere. Klopt, na schoolse opvang, je zegt het goed. Maar ook scholen zelf, hè? Ik was bijvoorbeeld net bij de Rozenemanstraat. En dan zag je gewoon dat de school gebruik maakt van die speeltuin. Nou, dat soort dingen gebeurt gewoon. En dus wat mij betreft, ik heb ze in mijn hart gesloten. En ik wil dat ook laten blijken. En ik wil daar ook voor gaan. Dat betekent ook dat ik daarin best ver wil gaan in de discussie met het stadhuis. Dat heb ik ook, ik heb één keer in de zoveel tijd heb ik ook met alle speeltuinverenigingen overleg. En dat wil ik ook, dat heb ik ook ze beloofd. En ik wil dat ook waarmaken. En we gaan daar ook, stevig tegenaan. Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld, dat ik vind dat het wel een stukje beter mag, is dat bijvoorbeeld de speeltuin aan de die eigenlijk naar het dakpark zou moeten. Hè? Dat dakpark wordt maar uitgesteld. En hoe gaan we daar nou mee verder? Nou, daar kom ik nog wel later op terug, want ook daarin ga ik nog wel een robbertje vechten, zoals dat netjes heet. Dus. Op zo'n manier. Okay, ja? Dat is goed. Ja, ik vraag me af en toe af als ik zie hoe erg de subsidies nou overal worden gekort. En hoeveel dingen er dicht gaan. Voornamelijk op sociaal niveau. Buurthuizen, speeltuinen, allemaal dat soort dingen. Of je daar niet een hele grote sociale problematiek naar je toe haalt. Doordat bijvoorbeeld hangjongeren, vereenzamende oude mensen die niet meer ergens heen kunnen. Kinderen die niet opgevangen worden enzovoort. Ja, en ik zeg daar iets anders ook tegenover. Ja, ik ben het. Dat moet je voorkomen. Daar moet je mee uitkijken. En tegelijkertijd is het niet anders zoals het is. Ik heb geen geldmachientje in de tuin staan waar ik aan kan draaien. Ik heb trouwens geen tuin, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb geen geldmachientje. Maar het gaat er wel om dat we gaan kijken en organiseren. En daarom vraag ik ook daarin tijd voor. Om het vanuit bewoners meer te laten plaatsvinden. En het moet meer van bewoners zijn. Want we hebben in de afgelopen tijd ook te veel voorzieningen te weinig van bewoners laten zijn. We hebben te weinig ook gebruik gemaakt van bewoners en burgers.
Het college noemt dat burgerkracht. Maar ik vind ook wel dat je mag beseffen dat de burger niet altijd krachtig genoeg is. Dus daar moeten we wel een goede mix mee maken. Nou, dat soort zaken, dat met elkaar verbinden, die kant wil ik op. En ik wil daar ook een... Ik wil niet alleen maar in het pessimisme terechtkomen van en nu wordt alles afgebroken en dus is morgen het einde der tijden daar. Nou, zo zit ik niet in elkaar, want het einde der tijden is namelijk niet daar. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is slim zijn, met elkaar proberen vanuit de situatie wat het is, verder te bouwen en daarin ook de winst te pakken die je kunt pakken. Namelijk met bewoners, maar ook met de werkers die wel degelijk blijven en wel met alle voorzieningen die wel degelijk blijven, er een soort... Nou ja, een infrastructuur, zoals het netjes heet, een soort voorzieningenniveau bouwen, waarmee je met bewoners en met eigen kracht misschien wel beter verder kunt komen. Nou, dat is mijn doel in ieder geval. En daarbij wil ik niets zeggen, dat zeg ik ook nog bij, ik wil er niets zeggen over al die mensen die tot op heden in sociaal hebben gewerkt en daar echt heel hard en heel fantastisch werk hebben verricht. Dus ik wil dat ook, dat wil ik ook nog wel gezegd hebben.